Ja, top. We zijn on air. Ik zie live staan. Dat werkt. Dat is mooi. Na heel wat stress van mijn kant, omdat mijn computer ermee stopte. Maar goed, we hebben het uiteindelijk toch voor elkaar gekregen. En dat zei ik net al tegen jou, Tannetje. Als techniek werkt, is fantastisch. Maar als het even je in de steek laat, is het even wat minder fantastisch. Maar goed, dat terzijde. Even kijken ook of alles... ook werkt, of de mensen ook online zijn. Ik zie dat er inmiddels al mensen online zijn. Dus als iedereen even de chat kan gebruiken of jullie ons goed verstaan. Of alles goed helder en duidelijk is. Ik kijk soms naar links omdat ik twee beeldschermen heb, zodat ik alles kan coördineren met alle schermen tegelijk. Dus dat weet je dan ook. Nou, Tini of Tinne zegt ja hoor. Xonak zegt ja, dus nou, ik ga ervan uit. Joy zegt yep, Marieke zegt ja hoor, Ellen zegt ja, ik zie en hoor je. Marco, ja prima, nou ik geloof dat we goed verstaanbaar zijn, dus dat is mooi. Iedereen zit er ook in, dus iedereen is op tijd, want dat had ik natuurlijk gezegd, wees op tijd, want ja, in zo'n chat kunnen natuurlijk niet al te veel mensen. We kunnen er aardig wat in, maar op een gegeven moment zit het vol en dan houdt het op. Nou... voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Maurice Flinterman, eigenaar van de site dierbewust.nl. En wat we daarmee doen is mensen, hondenliefhebbers, eigenlijk zo bewust mogelijk maken van ja, hoe ze met een dier omgaan. Vooral op gezondheid, maar ook op gebied van gedrag en et cetera. En vanavond gaan we het natuurlijk hebben over vaccineren, het vaccineren van honden. Ik kreeg ook al via de e-mail wat vragen over katten. Nou, dat zullen we. Het loopt een beetje parallel op elkaar natuurlijk. Dus we zullen proberen dat onderwerp ook mee te pakken. Vanavond natuurlijk de gast, dierenarts Tannetje Koning. Voor de meeste van jullie hoop ik, of denk ik eigenlijk, een bekende. Tannetje heeft al meerdere workshops met ons gedaan, ook podcast gedaan. En ja, weet eigenlijk heel veel van vaccineren. Maar met name van de titerbepaling. Voor de mensen die niet weten wat de titerbepaling is, maak je geen zorgen. Dat gaan we vanavond gaan we je vertellen. Wat eigenlijk de bedoeling is van vanavond, is dat we met de chat vragen kunnen stellen. Ik heb via de e-mail eigenlijk al best wat vragen doorgekregen. Maar zometeen als we door de vragen heen zijn, dan gaan we de rest van de vragen die je in de chat stelt, gaan we meenemen. Om eigenlijk zo goed mogelijk alle zaken van vaccineren te bespreken. Tannetje heeft een ontzettende ervaring op het gebied van titerbepaling. Ik denk dat jij een van de eerste was in Nederland en in België die hiermee is gaan werken, Tannetje. Ja, dat klopt. Ik ben in 2003 begonnen met het doen van titerbepalingen. Volgens mij zijn er wel in elk geval in Nederland twee andere dierenartsen die ongeveer tegelijkertijd zijn begonnen. Maar ja, ik ben degene die het gewoon het meest op de kaart heeft gezet. Ja, dus jij werkt... hoe lang werk je nu mee, zei je? Hoe lang... Vanaf 2003, dus dat is 15 jaar. Ik ben in maart begonnen, dus inderdaad 15 jaar bijna. Jij hebt wel echt alle ins en outs van de titerbepaling meegekregen. En dat is natuurlijk waar het in Nederland een beetje om draait. Dierenartsen zijn nog niet helemaal mee bekend. En dat is ook gelijk het probleem, omdat ja, dierenartsen niet mee bekend zijn. Het vaccinatiebeleid ja, is de afgelopen tijd natuurlijk wel enigszins wat veranderd. Vroeger deden we natuurlijk, kreeg je elk jaar een kaartje in de bus om met de vraag van joh, kom je weer langs, want het is weer tijd om je entingen te halen. En tegenwoordig werkt dat net even iets anders en dat moet je natuurlijk wel weten. Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik zie dat de meeste mensen hebben goede verbinding. Maar bij sommigen is er geen beschikbare video. Ja, in principe is het gewoon op play drukken en zou je moeten kunnen afspelen. Wil dat nou niet lukken, druk dan even F5 in. Dan moet dat ook dat je hem even opnieuw aanzet. Even opnieuw refreshed. Maar bij de anderen werkt dat goed, dus ik ga ervan uit dat de meeste goed zijn. En anders moet je mij nog maar even een mailtje sturen. Dan moet even kijken hoe we dat kunnen oplossen. Tannetje, kun jij in het kort, want je hebt net even aangegeven, je hebt al 15 jaar ervaring met de titerbepaling. Je bent als dierenarts natuurlijk begonnen in de praktijk. Je bent al heel lang werkzaam. Kun je even kort toelichten wie je bent en wat je doet en hoe je hier terecht bent gekomen? Ja, dat is goed. Ik ben in 1994 afgestudeerd als dierenarts. En toen in een praktijk in Zeewolde gaan werken. En op een gegeven moment kwam ik via internet
Nou ja, dan hoor je allemaal dingen over hoe gevaarlijk entingen zijn. En dan denk je van, nou, dat valt toch eigenlijk wel mee. Maar toen ben ik dus zelf gaan kijken, gaan turven van hoeveel bijwerkingen zie ik. En dat vond ik toch eigenlijk wel tegenvallen. En vervolgens kwam ik via een lijst van Amerikaanse holistische dierenartsen erachter dat je ook een in-house test, noemen ze dat dan, dus een test hebt om te kijken hoeveel antilichamen honden en katten hebben. En dat kun je in de praktijk doen. Dus je hoeft niet een heleboel bloed af te nemen en op te sturen, maar je had een heel klein drupje bloed genoeg. En die discussie die kregen we in die e-maillijst. Toen heb ik de dierenarts die het daarover had gemaild in Amerika. En hij heeft mij een mailadres gegeven van Biogol. Dat is het Israëlische bedrijf wat die test maakt. En die heb ik gemaild. En toen had ik 3 dagen later die test in huis. En daar ben ik mee in de weer gegaan. In eerste instantie alleen volwassen honden. En die titelde ik elk jaar. Want ik wist ook niet hoe dat moest en hoe het verloop was. Of dat ze snel lang blijft of snel weer weggaat. Dus ik heb eerst een aantal jaren elk jaar getieterd. En toen kwam ik erachter dat die antilichamen eigenlijk wel heel lang aanwezig blijven. En toen ben ik langere termijnen gaan inlassen. En ik heb eigenlijk een eigen systeem ontwikkeld. Maar daar was ik dus de enige in. Dat was mijn systeem op basis van mijn ervaring. En later kwamen er meer dierenartsen die zijn gaan titeren. En die, een aantal die paste zich aan mijn systeem. En anderen zeiden van ja, maar dat kan helemaal niet. En dat werkt niet. En je kan niet bewijzen dat het zo lang werkt. En daar is dus wat discussie over gekomen. En dat hoor je nog steeds wel terug. Dierenartsen die zeggen van de test is niet betrouwbaar. Of je moet elk jaar titeren. En dat soort dingen blijf je terug horen. Ik heb in het begin wel heel veel gegevens verzameld. Maar omdat ik niet wist wat ik ermee moest doen, heb ik die op een gegeven moment weer weggedaan. Maar nu ben ik ook weer bezig met het verzamelen van gegevens. Om dan wetenschappelijk onderzoek op te doen, te laten doen. Ik heb daar zelf helemaal geen tijd voor. Zodat er ook wetenschappelijke informatie komt. Waar andere dierenartsen ook iets mee kunnen. Dus daar ben ik op dit moment eigenlijk mee bezig. Om dierenartsen zeg maar ook met elkaar zeg maar, zo goed mogelijk elkaar zeg maar te verbinden, zodat de informatie ook omtrent titeren goed wordt verspreid, omdat daar inderdaad wat je zegt de nodige onduidelijkheid over is. Maar je gaf net aan van, ik heb daarin wat onderzoek gedaan in mijn praktijk, hè? Want je zei van, die bijwerkingen, ik dacht, dat valt wel mee, maar uiteindelijk bleek dat dus niet helemaal mee te vallen. Kun je daar nog even op inzoomen wat je daar precies gedaan hebt en wat voor soort bijwerking je daar in de praktijk van zag? Ja, ik heb een jaar lang alle honden die ik geënt heb, die keek ik na of ze gezond waren. En dan vaccineerde ik ze. En als ze dan terugkwamen, en dan heb ik een termijn van 5 dagen genomen. Dat is eigenlijk wat te kort, want ze kunnen later ook problemen krijgen. Maar ik denk na 5 dagen, dan kan ik gewoon redelijk zeker zijn dat het van de enting komt. Dus je hebt een gezonde hond, die vaccineer je en na 5 dagen komt hij terug met klachten. En die heb ik allemaal geturfd. En de klachten die ik zag, dat waren vaak diarreeklachten, een dagje niet lekker, spierpijn. Ik heb 2 honden gehad die dood zijn gegaan. Eentje aan een meningitis en eentje was voorkomen. Tumor. Ik denk niet dat hij die van de enting heeft gekregen. Ik denk dat hij die al had, maar door de enting heb ik het immuunsysteem onderdrukt, waardoor die tumor op kon bloeien. En nog wat andere dingen als jeuk en een auto-immuunziekte, die vanzelf weer overging overigens. Dus er waren eigenlijk 2 ernstige bijwerkingen. Ik heb in dat jaar ruim 2000 honden gevaccineerd, waarvan 2 ernstige bijwerkingen en 19 mensen die terugkwamen met problemen bij de hond. Niet altijd ernstig. Ik vind een dagje niet lekker, vinden we bij kinderen eigenlijk heel normaal. Maar die heb ik wel meegeteld. En toen kwam ik op 2% uit. Nee, op 1% kwam ik uit. Als je die alleen naar die 2 doden krijgt, kom je op 1 promiel uit. En dat is wat de farmaceuten zeggen. De bijwerkingen is 1 promiel van de dieren. Dus 1 op de 1000 wordt ziek. Dus ze hebben alleen gekeken naar de ernstig zieken en de doden, denk ik. Terwijl er veel meer zijn die minder ernstige bijwerkingen hebben, maar wel bijwerkingen. Dus dat was veel meer dan ik dacht sowieso al. Ja, dat. Nou kwam ik op 1% uit, maar ik denk omdat ik maar 5 dagen heb genomen en ik heb niet verteld dat ik met het onderzoek bezig was. Dus ik denk dat er meer zijn. Dus ik denk dat tussen de 2 en de 5% van de honden verkeerd reageert op een enting. Dat zijn mijn conclusies die ik daaruit getrokken heb.
Ja, dus dat is 2 op de 5, 2 tot 5 op de 100 honden, die heeft eigenlijk last van zeg maar, bijwerkingen, van minder ernstig tot ernstig. Kun je als dierenarts, zeg maar, Jip en Janneke taal, want er zijn vanavond denk ik best wel mensen zoals ik die niet geleerd zijn, die wel veel gelezen hebben erover, of misschien mensen die er minder over hebben gelezen, maar die wel graag de informatie tot zich nemen. Kun jij uitleggen wat een vaccinatie, wat jou betreft, met het lichaam van een hond doet, zeg maar? Je hebt twee soorten enstof. Je hebt een dode en een levende. En de levende enstof heeft relatief minder bijwerkingen en de dode entingen hebben meer bijwerkingen. Dat komt dat een dode enstof is gemaakt van virus wat in stukjes is gehakt. En als je dat virus zo in stukjes gehakt in dat lichaam spuit, dan doet het immuunsysteem niks. Dus daar doen we stoffen bij om dat immuunsysteem te prikkelen. Dat heet adjuvantia. En dat zijn vaak stoffen waar aluminium in zit, waar kwik in zit of waar andere dingen in zitten die niet goed zijn voor het lichaam. Maar dat moet ook, want je moet dat immuunsysteem moet je aan de praat krijgen. Dus dat moet je ook prikkelen. En dat is ook waar veel problemen vandaan komen. Want als je dat immuunsysteem te veel prikkelt, dan reageert hij te hard of hij reageert op een verkeerde manier. Bij levende vaccinaties, de meeste die we gebruiken zijn levende entstoffen. En die hebben iets minder adjuvantia nodig, maar die zitten er ook nog steeds in en er zitten conserveringsmiddelen in. Dus al die stofjes die bij de enting inzitten, die geven vaak problemen. Die kunnen een allergische reactie geven, of die kunnen inderdaad toch ook het immuunsysteem op zijn kop zetten. En ik denk zelfs, als er geen zichtbare bijwerkingen zijn, dat toch je dat immuunsysteem een klap geeft. Je geeft het een schop. En heel veel immuunsystemen kunnen daar gelukkig tegen, maar voor sommigen is die schop net even te veel en daardoor krijg je problemen die misschien niet altijd zichtbaar zijn. En als je dan nog een keer vaccineert, heb je kans dat het immuunsysteem wel zegt van, ja, maar nu ben ik het zat, nu geef ik het op. Dus in mijn visie is het zo, hoe minder vaak je vaccineert, hoe gezonder dat het is voor een hond. Maar daarnaast vind ik wel dat je moet vaccineren. Denk niet dat ik denk dat het gevaarlijk is om je hond helemaal onbeschermd rond te laten lopen. Er zijn ook mensen die zeggen van ik vaccineer helemaal niet. Dat mag, het is niet verplicht, dus dat is je keuze. Maar ik vind het wel fijn als honden beschermd zijn voor de ziektes waar we voor vaccineren. Want ik ben bang als het weer terugkomt. Er zijn een aantal ziektes die nu niet zoveel voorkomen. Dan verspreidt het zich heel snel en dan gaan we heel veel honden aan dood. Dus ik wil wel graag dat honden beschermd zijn voor die ziektes. Ja, Dus dat en is de dat is reden dat geen. ik denk, wel vaccineren, maar niet vaker dan nodig is. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat ik ook al in die korte video natuurlijk die ik heb gemaakt, heb ik aangegeven. Dat vaccineren is natuurlijk heel belangrijk om je hond te beschermen. Alleen heel veel honden worden overgevaccineerd. En misschien kun jij uitleggen wat dan overvaccinatie precies inhoudt. Omdat dat eigenlijk een van de belangrijkste aspecten is in het hele verhaal. Hè. Dus vaccineren om je hond te beschermen is absoluut een aanrader. Is absoluut niet overbodig, laat ik het zo zeggen. Alleen het te vaak vaccineren of op de verkeerde manier vaccineren, ja, daar gaat het eigenlijk vaak mis. Ja, het gaat vooral mis. Het is niet per se zo dat als een hond al antistoffen heeft en je vaccineert hem nog een keer, dat de kans groter is op bijwerkingen. De kans op bijwerkingen blijft diezelfde 2 tot 5%. Maar als je hond al antistoffen heeft en je vaccineert hem nog een keer voor datzelfde virus, worden die antistoffen niet meer, beter, langer of anders. Dus het voegt niks toe. Je hebt wel weer die kans op bijwerkingen, maar je hebt niks positiefs uit een vaccinatie dan. Dus dat is de reden dat ik denk, weet je, stel dat je hond ziek wordt van een vaccinatie die hij eigenlijk niet nodig had gehad. Dat weten we vaak niet, maar als je gaat titeren, dan weet je dat wel. Dat is natuurlijk heel vervelend, want dan was het ook niet nodig geweest om dat vaccin te geven. Dus dat is eigenlijk mijn insteek een beetje. Niet meer vaccineren dan nodig is, want dan loop je onnodig risico op bijwerkingen. Ja, en als je daarover hebt, dan ga je natuurlijk al snel richting de titerbepaling. Ik had vandaag toevallig dat filmpje hebben we trouwens ook samengemaakt. Ik weet niet of je gezien hebt, ik heb dat weet, maar een korte video waarin eigenlijk wordt uitgelegd ja, hoe een titerbepaling ongeveer in zijn werk gaat. Maar voor de mensen die niet weten wat een titerbepaling is, kun je nog even toelichten wat het precies is en hoe je dat in de praktijk inzet? Dat is een test die de dierenarts zelf in de praktijk kan doen. Voor het
doen van die test heb je maar een heel klein beetje bloed nodig, maar één druppeltje. Dus het moet meestal wel lukken om dat zonder al te veel stress te krijgen. Sommige dierenartsen doen dat uit hun lip. Als je de lip omklapt en droog maakt en een prikje geeft, net als voor mensen met suikerziekte in hun vinger prikken, dan krijg je één druppeltje bloed en dat is al genoeg. Ik ben zelf handiger met het uit hun voorpoot prikken, dus dat doe ik meestal. Het is eigenlijk zo, wat de dierenarts gewend is om te doen, daar is hij het handigste in. Dus dat doet hij dan ook. En dat moet, als het goed is, wel op een veilige en rustige manier kunnen. En met dat ene druppeltje bloed kun je die test doen. En dat is een bakje en een stikje. En dat stikje, dat moet al die bakjes in en dan daar even in staan. En dan op het laatst krijg je stippen op dat stikje. En het aflezen van dat stikje is ook nog wel iets wat soms problemen geeft. Dat is ook iets waar een dierenarts ervaring mee moet hebben. Maar er zijn allerlei mensen die daar wel bij kunnen helpen. Er is ook een Facebook voor professionals. En als je daar een foto plaatst, dan kan iedereen helpen met interpreteren van dat stikje. Van wat moet je ermee? En dan scheelt het ook nog of het een pup is of een volwassen hond. Dus dat kan het ook nog uitmaken. Maar het is dus een test die de dierenarts zelf kan doen. Het duurt ongeveer een half uur om die test te ontwikkelen. En dat vinden sommige dierenartsen een probleem, want dat kost tijd. En tijd is geld, zeker voor iemand als een dierenarts. Dus soms verzamelen dierenartsen patiënten en dan doen ze er meerdere tegelijk. Of ze nemen alleen bloed af en ze bewaren dat, dat kan. Je kan dat bloed heel goed bewaren in de koelkast. En je kan het zelfs, als je serum hebt, kun je het invriezen en het nou, zo goed als eindeloos bewaren. Dus dan kunnen ze die test op een later tijdstip doen. En dan krijg je niet meteen de uitslag, maar dan krijg je de uitslag later. Het is wel fijn als dierenartsen de uitslag ook in het paspoort zetten, zodat jij bewijs hebt bij een pension of een hondenschool, dat je kan laten zien dat je hond beschermd is. Ja, daar gaan we zo meteen nog even op in, want daar zijn heel veel vragen over. Van, joh, hoe zit het dan met pension en hoe zit het nou met als je naar een hondenschool bijvoorbeeld gaat? Want ja, daar hebben sommigen nog een beetje de oude stempel van, joh, als je niet het Entingenboekje vol hebt, dan ben je niet welkom. Even als we teruggaan naar die bijwerkingen, want daar heb ik ook wel wat vragen voorbij zien komen. In Amerika is er destijds een heel goed blog geschreven over dat de bijwerkingen in Amerika eigenlijk slecht tot niet werden gemeld. Omdat het proces om een bijwerking te kunnen melden als dierenarts, maar ook als hondenliefhebber, vrij omvangrijk is. Nou, nu heb ik dat in Nederland onderzocht en in Nederland is dat eigenlijk ook niet heel erg gemakkelijk. Toen waren ze bezig met de transitie van papierwerk naar zeg maar het online invullen van het formulier. Ik heb van de week gekeken, maar volgens mij is dat nog steeds niet beschikbaar. Maar is het voor jou als dierenarts, nou jij is natuurlijk iets ander verhaal omdat jij er al heel lang mee werkt en eigenlijk alle Q&A's, dus de vragen en antwoorden eigenlijk al daar voorbij hebt zien komen, maar is het voor een dierenarts of voor een hondenliefhebber makkelijk om bijwerkingen te melden in het hele proces? Nee, ik denk dat het niet heel makkelijk is, maar ik denk wel dat je het moet doen. Het is wel zo, het formulier staat op internet, dat kun je gewoon vinden bij bureau melding, nee, hoe heet het, bijwerking diergeneesmiddelen. Nou, als je die woorden intoetst, dan kom je er vanzelf wel uit. En als je het formulier te ingewikkeld vindt, want er staan dus bijvoorbeeld ook termen als wat is de diagnose. Ja, dat is natuurlijk lastig om in te vullen. Ik heb begrepen van degene die daar werkt, dat je ook best mag bellen. En mag even vragen om te helpen met het invullen. En eventueel kun je zelfs gewoon alle informatie globaal die erin staat mailen daarheen, zodat zij zelf het formulier kunnen invullen. En als ze dan nog vragen hebben, dan stellen ze die wel. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om dat te melden. En dan hoef je niet bang te zijn dat ze zeggen van, ja, je kan niet bewijzen dat het veroorzaakt is door de enting, want dat is inderdaad vaak heel moeilijk. Zij vragen niet om bewijs. Bureau Bijwerking Diergeneesmiddelen wil graag zoveel mogelijk informatie hebben. En of het nou bewezen is of niet, ze willen graag toch die informatie hebben. Dus ik roep altijd op, als je dierenarts het niet wil, dierenartsen roepen heel gauw van, dat komt niet van de enting en je kan niet bewijzen dat het voor de enting komt. Dat kan, dus vraag dan of ze het willen melden. En als ze het niet willen melden, dan mag je het dus zelf melden. En dan mag je dus ook even bellen of even mailen en om hulp vragen. Want ik denk wel dat het belangrijk is dat het gemeld wordt. Ja, dat denk ik ook, omdat je dan op dat moment veel beter inzicht gaat krijgen in daadwerkelijke bijwerkingen, of in ieder geval het percentage bijwerkingen, wat van een enting natuurlijk binnenkomt. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk, omdat je dan ook wellicht de fabrikant die het product maakt,
ja, eigenlijk een soort van dwingt om het product ja, steeds beter te maken, eigenlijk, zodat er steeds minder bijwerkingen optreden. Ja, klopt. Zij zijn verplicht, een fabrikant is dus verplicht sowieso om alle meldingen die zij krijgen, want je kan het ook bij de fabrikant melden, om die door te geven naar het bureau. En als het bureau zegt, we krijgen zoveel meldingen, je moet daar iets aan gaan doen, zijn ze ook verplicht om dat te doen. Dus dat zijn allemaal wettelijke regels waar ze aan moeten voldoen. En dat is dus ook belangrijk dat we daar gebruik van maken. Dus vooral melden als er bijwerkingen zijn. Ja. Even tussendoor, Tannetje, even iets anders. Want ik zie dat iemand naar voren die geeft aan, van, joh, ik kan niet connectie maken met het chatkanaal. Hoe kom ik daarvoor in aanmerking? Nou, wat je dan moet doen, moet je even een Google-account aanmaken. En als je een Google-account hebt, als je daarmee inlogt, dat kun je onder het chatkanaal, kun je daarvoor zorgen. Dan kun je gewoon je vraag stellen per chatkanaal. En anders moet je me even op Facebook een berichtje sturen. Dan kan ik je vraag alsnog even naar voren halen. Maar we gaan eerst even de vraag bespreken die al naar mij toe zijn gestuurd. Als je kijkt, Tannetje. Jij bent een hele tijd met de titelbepaling bezig. Jij hebt in de loop der tijd natuurlijk ook heel veel dierenartsen die eigenlijk onder jouw hoede mee zijn gegaan. Mee hebben gekeken over jouw schouder. Om te kijken hoe dit moet. Er zijn best wel wat mensen die in de praktijk aanlopen van, en dat snap ik ook heel erg goed, hè, je gaat in principe als leek, kom je bij de dierenarts en dan ga je vanuit, ja, de dierenarts is de expert en die weet hoe het zit. Het is natuurlijk ook heel vervelend als je ergens komt binnenlopen bij een dierenartspraktijk en je zegt, ja, ik ben Maurice en ik zal jou even vertellen hoe het zit, want ik heb alles op internet gelezen. Voor een dierenarts is dat heel erg lastig, omdat alles wat op internet staat, ja, dat is natuurlijk niet altijd waar. Andere kant is het natuurlijk ook een beetje lastig dat een hondenliefhebber zichzelf tegenwoordig zo goed inleest dat hij op sommige gebieden misschien nog wel meer weet van een bepaald onderwerp dan de dierenarts zelf. Als jij kijkt naar de titelbepaling, wat is dan hetgeen of de vraag die je het meest krijgt van, of tegenwerpingen die je het meest krijgt van dierenartsen die niet in de titelbepaling geloven? De betrouwbaarheid. Er is zelfs een dierenarts die heeft hetzelfde bloed op twee verschillende tijdstippen de test gedaan. En daar kwam een fractie andere uitslag uit. En dat wordt natuurlijk, als dat soort dingen gebeuren, wordt dat groots in alle dierenartsgroepen gezet. En kijk, de test is onbetrouwbaar en hij wisselt dus een beetje. Ik vermoed eigenlijk dat de temperatuur van de test niet helemaal gelijk is geweest. Want hij had hem een uur uit de koelkast toen hij de eerste test deed en die andere heeft die later gedaan. Dus ik denk dat de test toen warmer was. Ik denk dat dat het verschil is. Maar ja, dat zijn dingen die maken dat een dierenarts zegt van ja, ik durf er niet op te vertrouwen. Want misschien doe ik een titerbepaling en dan lijkt hij beschermd en dan wordt hij toch ziek en dan krijg ik de schuld. En dan, daar zijn ze heel erg bang voor. En daarbij moet je bedenken dat de meeste dierenartsen ervan uitgaan dat entingen geen kwaad kunnen. Dus die bijwerkingen, die zien ze niet, die willen ze niet zien, die ontkennen ze. En dan kun je ook gewoon beter enten natuurlijk, als dat volstrekt veilig is. Waarom zou je dan niet enten? Zoiets ingewikkelds doen als bloed afnemen en dan een test van een half uur. En dan je verdiepen in hoe je zo'n stikje af moet lezen. Dat is allemaal gedoe. En het lastige is dat dierenartsen zich heel erg richten op wat de Universiteit Utrecht zegt. En aan de Universiteit Utrecht doen ze geen vaccinaties. Want ze doen alleen tweedelijnswerk. En dus ook geen titerbepalingen. Dus daar krijgen ze geen informatie van. En dat is het lastige. Dus dan weten ze niet zo goed wat ze moeten doen. En dan vertrouwen ze eigenlijk het meest gewoon op wat ze altijd gedaan hebben. Ik vind het eigenlijk wel grappig om te zien hoe dierenartsen meer vertrouwen op entingen dan op een test die meet wat er gebeurt. Ik vertrouw meer op die test. Ik weet dat dieren die meerdere malen geënt zijn, een enkele keer geen antistoffen hebben en dus niet beschermd zijn. Dus het is niet terecht om te zeggen van hij is geënt, dus hij is beschermd. Dat is wat we graag denken. Maar als je titert, dan weet je het zeker, dan kun je het zien. En die betrouwbaarheid van die test, die is echt prima. Die is net zo betrouwbaar als allerlei andere testen die ze in de praktijk hebben. Een Giardia-test, een AIDS-test bij katten of een leukose-test. Die gebruiken ze ook allemaal en die hebben dezelfde betrouwbaarheid als zo'n titerbepaling. Maar op de een of andere manier vinden ze dat dan spannender. Ja, en als je dan kijkt naar betrouwbaarheid, want daar zijn ook best wel wat onderzoeken naar gedaan, hoe betrouwbaar die test is. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb de getallen niet zo in mijn hoofd zitten, maar voor parvo bijvoorbeeld weet ik dat de kans
dat hij, dat de test zegt dat hij beschermd is, terwijl hij niet beschermd is, is gewoon nul. Hij is gewoon 100% betrouwbaar voor parvo. Andersom, als hij negatief is, kan het zijn dat hij wel beschermd is. Die kans is ongeveer 20%. Daar is die test vrij onbetrouwbaar. Maar ja, wat gebeurt er als hij negatief test voor parvo? Dan eend je hem. Nou, dan eend je misschien één keer terwijl het niet nodig was. En voor de anderen zit hij... zit die betrouwbaarheid echt boven de 90%, 95 tot 98%. Dus de kans dat hij iets aangeeft wat niet klopt, is heel erg klein. Bovendien kun je dat ook wel een beetje zien. Als een hond vaak gevaccineerd is en hij zou totaal niet beschermd zijn, is dat onlogisch. Dus dan doe je meestal toch die test nog een keer om te kijken of het wel klopt. En dan zal het, de kans wel heel klein zijn dat hij dan nog een keer een vals positief geeft. Dus op zich... kon ik daar altijd wel goed mee uit. Wat ik ook kon zien is dat als je meet dat er weinig antilichamen zijn en je vaccineert ze en je meet daarna dat die hoog is, is dat logisch. Dus dan weet je zeker dat die test ook klopt. Dus die test is gewoon behoorlijk betrouwbaar. Ja, en dan is natuurlijk nog een belangrijk aspect, want met de titerbepaling is het natuurlijk een heel mooi, is iets heel moois om te meten hoeveel antilichamen dus in het bloed zitten en of je dus wel of niet moet vaccineren. Alleen het geldt natuurlijk niet voor elke ziekte of elke vaccinatie die je gaat geven. Kun jij kort toelichten wanneer je het wel en wanneer je het niet inzet? Bij welke vaccinaties? Ja, dat klopt. Bij de hond kun je titeren voor hepatitis, hondenziekte en parvo. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste en gevaarlijkste virusziekten ook. Maar je kan niet titeren voor leptospirose. Dat wordt ook wel ziekte van Weil genoemd. Dat is die nieuwe L4. En je hebt tegenwoordig een L3 en vroeger hadden we een L2. En dat is een bacterie die ziekte veroorzaakt en geen virus. En die enting werkt veel slechter en korter dan die entingen tegen virussen. Bovendien geeft hij heel weinig antilichamen. Hij werkt meer via cellulaire immuniteit. Dus dat is een andere manier van werken. En dat kun je niet meten. Dus dan ben je afhankelijk van een fabrikant die zegt van hij werkt zo lang of hij werkt zo lang. Dan moeten ze dat ook met proeven goed aantonen. Dus op zich ga ik ervan uit dat dat wel klopt als ze dat zeggen. En dat soort dingen staat ook wel in de bijsluiter. Maar die leptospirose, oftewel ziekte van Weil, is er dus eentje die wel elk jaar moet. Die kun je niet titeren en die geeft ook weinig antilichamen en die werkt kort. Voor kennelhoest kun je ook niet titeren. Maar kennelhoest vind ik eigenlijk ook geen belangrijke enting. Kennelhoest is niet dodelijk, is niet gevaarlijk. Is net zoiets als de griep bij ons. Dat krijgt ook iedereen en die knapt weer op. En dat geldt ook voor kennelhoest. Het is alleen wel verplicht als je bijvoorbeeld in een pensioen gaat. En dat vind ik ook logisch, want in een pensioen zitten heel veel honden bij elkaar. En die hebben allemaal een beetje stress, want het is anders dan anders. En het is heel erg besmettelijk. Dus met een beetje pech heeft zo'n pensioenhouder alle honden ziek. Of een heleboel ziek. Ja, daar zit hij ook niet op te wachten. Dus dan is het wel logisch om het te vragen. Maar in principe vind ik niet dat een gewone huistuin- en keukenhond, die niet in een pensioen gaat, dat je die voor kennelhoest moet enten. Dus dat vind ik een beetje een onnodige enting. En dan hebben we eigenlijk alleen nog hondsdolheid over. Hondsdolheid enting heb je alleen nodig als je naar het buitenland gaat. Die is 3 jaar werkzaam. Het lastige is, je kan hem wel titeren. Dat deden wij vroeger ook voor Engeland en de Scandinavische landen. Maar dat is niet rechtsgeldig. Dus als je de grens overgaat, dan moet je 1 keer in de 3 jaar die enting doen. En anders mag je de grens niet over. En dat is eigenlijk een beetje krom. Ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Dat is ook weer het idee dat entingen veiliger zijn dan titeren. En dat is naar mijn idee niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar oké, dat is de wet, dus daar ontkomen we niet aan. Ja, dus als je naar het buitenland gaat, dan moet je de rabies in ieder geval wel laten geven. En dat is eigenlijk ook de veel voorkomende vraag die je op internet vaak voorbij ziet komen. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. En ik weet dat er vanavond ook wel wat mensen meekijken, wat kattenliefhebbers die katten hebben. Kun je dat ook nog even kort toelichten? Ja, katten kun je ook titeren, voor 3 ziektes ook. Voor kattenziekte, voor 2 soorten nietziekte, herpesvirus en calicivirus. Voor kattenziekte geldt dat die enting of dat de titerbepaling gewoon heel betrouwbaar is, net als bij de ziektes bij de hond. Dus als er antilichamen zijn, dan is de kat beschermd. Zijn er geen antilichamen, dan kun je hem beter vaccineren. Ik heb alleen ontdekt dat de entingen bij katten heel vaak niet aanslaan. Dus soms moet je meerdere keren vaccineren. En voor nietziekte geldt dat eigenlijk niet. Voor nietziekte
En zeker herpesvirussen zijn een beetje virussen die zich niet aan de regeltjes houden. Het kan zijn dat je antistoffen hebt tegen herpesvirus en dat je toch die nieziekte krijgt. Diezelfde, die van herpes. En datzelfde geldt voor colitis. Dus het hebben van antilichamen wil nog niet zeggen dat je geen nieziekte kan krijgen. Maar datzelfde geldt ook voor de vaccinatie. Want we weten allemaal eigenlijk wel dat die entingen tegen nieziekte niet zo heel goed werken. Heel veel katten die eigenlijk geënt zijn, die krijgen toch nog nieziekte. En dat heeft hiermee te maken. Dus een titerbepaling voor nieziekte wil nog niet zeggen dat hij geen nieziekte krijgt. Het wil wel zeggen dat enten geen zin heeft, want het geeft niet nog meer bescherming. Dus je kan het wel gebruiken, maar het is niet zo nuttig als bij de virusziektes, bij de hond en bij de kattenziekte. Helder. Nou, wat ik ga doen is even mijn documentje erbij pakken waar de vragen in staan, want ik heb ze proberen een beetje te rangschikken, omdat het natuurlijk een hoop diverse vragen zijn. Ik zie ook in de chat de ene en andere vraag voorbij komen. Maar laat ik even beginnen met de honden met klachten. Want dat is ook een heel belangrijk iets. Hè. Er staat ook in de bij... hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat nou? Bijsluiter. De bijsluiter, ja. Lastig woord. Yes. Dat je zieke dieren niet moet vaccineren. En daar, dat is niet voor iedereen duidelijk. En daar heb ik ook een aantal vragen over gehad. Want ik kreeg een vraag, ik ben eigenlijk heel benieuwd naar het advies omtrent honden op leeftijd, of je die moet laten vaccineren. En honden met bijvoorbeeld voedselallergie en topische klachten. En nou ja, daar hebben we zometeen nog wel een paar klachten die erbij komen. Dus hoe ga jij hiermee om in de praktijk? Nou ja, voedselallergie en atopie, dus atopische klachten, is een immuunsysteem wat niet goed werkt. En als je dan ook nog dat immuunsysteem gaat zitten schoppen door hem een vaccinatie te geven, heb je kans dat de ziekte heel erg verergert. Dus dat zou ik zeker niet doen. Zelfs, dit zijn honden waarvan ik zeg, misschien moet je ze zelfs ook niet titeren. Je kan ze wel titeren omdat je wil weten of die beschermd is. En ik denk dat de meeste honden die al een paar keer geënt zijn, ook beschermd zijn. Dus je kan het wel doen. Maar je moet je wel realiseren, op het moment dat de bescherming niet goed is, mag je ze eigenlijk ook niet enten. En dat is misschien wel spannend om te weten. Het staat eigenlijk gewoon inderdaad heel duidelijk in de bijsluiter. Alleen gezonde dieren vaccineren. En dat is iets wat dierenartsen eigenlijk geen rekening mee houden. Dierenartsen zijn ook bang dat als ze een dier niet vaccineren en hij krijgt parvo, dat het hun aangerekend wordt. Dus dat is de reden dat ze zich daar niet altijd aan houden. Maar ik zou zelf zeggen, niet doen. Vooral niet doen, want ik zie toch vaak dat klachten verergeren of misschien zelfs veroorzaakt zijn door een vaccinatie. En je had nog een voorbeeld, maar die ben ik even kwijt, daarvoor. Sorry? Atopie, je had, in de vraag zat nog eerst nog een andere soort hond, of die wel of niet gevaccineerd moest worden. Nou, weet ik niet meer. Een hond op leeftijd. Oh, hond op leeftijd, ja precies. Ja, ik ga ervan uit dat als een enting eenmaal is aangeslagen en een hond antilichamen aangemaakt heeft, dat hij dan ook geheugencellen aangemaakt heeft. Dat is eigenlijk gewoon bepaald dat dat gebeurt. En geheugencellen blijven 12 tot 15 jaar aanwezig. Dus ook een oudere hond heeft nog geheugencellen. Dus zelfs als de antilichamen weg zijn, is die nog beschermd door zijn geheugencellen. Dus ik zou oudere honden niet per se meer enten eigenlijk. Ik heb eerder de neiging om te denken, hun immuunsysteem werkt niet meer zo goed. Dit is trouwens de reden dat ze bij mensen juist gaan vaccineren. Die griepprik is voor oudere mensen. Dan zeggen ze, het immuunsysteem werkt niet zo goed, dus dan moeten we je de griepprik geven. En dan denk ik van, ja, maar het immuunsysteem werkt niet zo goed. Dus als je nou vaccineert, heb je meer kans dat hij niet goed reageert en dat hij klachten krijgt. Dus ik ben met oudere honden eigenlijk eerder voorzichtiger dan dat ik vind dat ze vooral veel gevaccineerd moet worden. Bij mensen is het ook andersom. Nou, de griepprik is voor iedereen die ziek zwak en misselijk is. Terwijl als je gezond bent, dan hoef je niet. En ik vind dat persoonlijk, medisch gezien, vind ik dat niet logisch. En dat komt eigenlijk doordat mensen heel bang zijn, want er gaan altijd wel wat mensen dood aan de griep. Niet veel, maar een paar. En dat zijn degenen met een slechte weerstand en die oud of ziek zijn. En dat willen we voorkomen. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar ik denk niet dat je dat kan voorkomen met de griepprik. Nee, dus met name de zieke honden en honden die wat ouder zijn, wat jou betreft dus niet meer vaccineren. Maar dan heb je dus ook wel de kans dat ze dus niet beschermd rondlopen. Die kans is niet zo heel groot. Wat ik heb gezien in al die, hoe lang is het,
14, 15 jaar dat ik aan het titeren ben, is dat 90%, misschien wel 95% van de volwassen honden prima beschermd is tegen zowel hepatitis hondenziekte als parvo. En dat ook blijven hun hele leven lang. Dus ik zou me daar niet al te veel zorgen om maken. Maar als je het wil weten, kun je titeren. Ja, precies. Want er was ook nog een vraag met epilepsie. Want epilepsie zie je ook voorkomen. Die heb ik ook meerdere keren voorbij zien komen met de vraag. Welke entingen kunnen echt kwaad en wat zou ik niet meer moeten doen? Nou, in dit geval is eigenlijk dus het antwoord niets doen. Nee, een hond met epilepsie is niet gezond. Dus die mag je niet vaccineren. Toen ik studeerde had ik een medestudent die heeft gekeken naar effect van entingen op epilepsie, honden met epilepsie. En dan bleek dat de meeste honden met epilepsie na een vaccinatie meer toevallen kregen dan daarvoor. Dus het heeft wel degelijk invloed op epilepsie. Ondanks dat epilepsie niet echt iets met het immuunsysteem te maken heeft meestal, doet het wel wat met die honden. Dus ik raad het eigenlijk niet aan om dat te doen. En dan heb ik nog een belangrijke vraag, Tannetje. Want iemand die geeft hier aan van ik heb een hond ook met epilepsie. Ik weet niet zeker waardoor het komt, maar ik heb het gevoel of het idee dat het door de vaccinaties komt. Daar zijn we natuurlijk al, daar is al bekend van dat dat zou kunnen. Maar wat zij zegt, het is niet gelijk erna. Dus het is niet zo van joh, ik geef het vaccin en vervolgens krijgt mijn hond een epileptische aanval. Nee, het kan soms maanden duren. Zie je dat vaker voorkomen? Ja. Het lastige is wel dat het dan moeilijker, minder logisch is dat het met de vaccinatie te maken heeft. Maar het kan zeker daar wel mee te maken hebben. En ik heb wel eens het idee dat het gevoel van een eigenaar vaak wel klopt. Die kennen hun dieren vaak zo goed dat ze wel doorhebben wat het is. Soms zie je dat ze bijvoorbeeld na een vaccinatie wat anders worden. En dat na zo'n epileptische aanval dat weer verandert. Dus een soort opstapelen van stress of van ja, afvalstoffen of iets. En na zo'n epileptische aanval zijn ze dat kwijt. En dan zijn ze weer een stukje beter. Dus dat kan ook nog wel zo werken. Dus ja, zeker bij dieren met epilepsie merk ik dat mensen vaak heel goed kunnen zien wat er met hun hond is en waar dat door komt. Dus het is zeker mogelijk dat het ook langere tijd na een vaccinatie nog extra toevallen komen die veroorzaakt zijn door de vaccinatie. Ja, belangrijk dus, want ja, dat is iets wat je natuurlijk altijd wil voorkomen. Want ik heb zelf een hond, een tackle gehad met epilepsie. Nou, dat wens je niemand. Nee, het is een hele nare ziekte. Ja, nee, klopt. Even kijken, een hond van 12 jaar, vorig jaar hoeft hij voor het eerst niet meer geënt. Is het op deze leeftijd nog nodig of is hij na 11 jaar jaarlijks enten, is hij genoeg beschermd? Nou, daar heeft hij in principe, is die al ja, een bot. Ja, die is gewoon goed beschermd. Nou, de enige die dus daarbuiten valt, is de ziekte van Weil. Maar dat is ook best wel een heftige enting. Dus ja, het hangt een beetje van het gedrag van de hond af. Of die veel in water zit. Of een beetje een vieze hond is die in de modder baddert. En dat soort dingen. Dan zou je die eventueel nog wel kunnen overwegen. Maar die andere entingen allemaal niet. Nee. En rabies blijft natuurlijk ook gewoon. Als die mee naar het buitenland gaat. Dan moet dat ook gewoon eens in de 3 jaar. Oké, helder. Nu is het zo dat je van die vaccins natuurlijk meerdere merken. Meerdere fabrikanten hebt. En nu vraagt iemand, komt het meer voor dat ene merk beter aanslaat dan het andere? En dan denk ik dat met ze aanslaan bedoelt ja, dat ze beter beschermd zijn. Ja, daar merk ik bij honden eigenlijk niks van. Over het algemeen slaan die entingen heel goed aan. Dan ben ik wel gewend om met één bepaalde entstof te werken. En misschien dat die wel het goed doet. Maar ik krijg natuurlijk ook honden die andere entstoffen gehad hebben. En die zijn eigenlijk ook allemaal goed. Bij katten ligt dat een beetje anders. Ik heb ook al een aantal kittens getieterd. En dan merk ik dat ondanks dat de antilichamen van de moeder weg zijn. Ik ben bij pups gewend dat als de antilichamen van de moeder weg zijn. Dat een enting dan goed aanslaat. Dat is bij kittens dus niet het geval. Ik heb wel kittens gehad die 3 keer gevaccineerd zijn. En vervolgens nog geen antilichamen aanmaken. Dus dat ligt aan de entstof. Ik weet dat er ook een onderzoek is geweest waarbij kittens 3 keer gevaccineerd zijn. En dan blijkt dat bij 1/3 van die kittens de entingen niet zijn aangeslagen. Die zijn niet getieterd. Ja, alleen op het laatst, maar niet tussendoor. Dus dan weten we niet wanneer de antilichamen van de moeder weg zijn. Maar daarbij dat onderzoek bleek, ze hebben 3 verschillende entstoffen getest, dat 1 entstof het beter deed dan de andere. Alleen is het een onafhankelijk onderzoek en er staat dus niet in welke entstof dat is. En dat ben ik een beetje aan het uitpuzzelen eigenlijk, want dat wil ik wel heel graag weten.
Want ik heb nu al een paar keer gehad dat kittens gewoon na een aantal keer enten nog niet beschermd zijn. En dat vind ik erg vervelend. Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Wat dezelfde vraag die hierbij wordt gesteld. Heeft het ene merk niet meer vervelende bijwerkingen dan het andere merk? Ja, dat is soms wel. Ik heb vroeger een merk gehad in de praktijk wat ik al heel snel weer weg heb gedaan. Omdat hij echt aanmerkelijk meer bijwerkingen gaf dan de andere. Dan moet ik eerlijk zeggen dat van degene die ik nu tegenkom, dus de Nobifac, de Vanguard en de, hoe heet die van Mirial? Nou, weet ik even niet uit mijn hoofd. Daar valt het eigenlijk allemaal wel mee. Dat zijn niet, geen endstoffen waarvan ik denk, oh, de een is aanmerkelijk, heeft meer bijwerkingen dan de ander. Dat gaat wel ongeveer gelijk op. En het merk wat ik toen heb gebruikt en wat niet goed was, dat is volgens mij ook niet meer op de markt. Dat is in Nederland in elk geval, zie ik dat niet meer. Dus het kan wel, maar op dit moment speelt dat volgens mij niet heel erg. Dan hebben we een vraag hier. Dat gaat eigenlijk met name over de titelbepaling. Daar vragen ze ook van ja. Doet elke dierenarts dit? Nou, daar hebben we eigenlijk al antwoord op gegeven. De een dus wel, de ander dus niet. En wat moet ze dan precies vragen? Ja, in principe is dat niet zo moeilijk, denk ik. Van ja, doe je de titelbepaling? Maar ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad wat meer wilt doorvragen. Met betrekking tot je dierenarts of diegene wel ervaring heeft met ook de titelbepaling. Dus wat zou jouw vragen zijn als jij met je hond naar de dierenarts zou gaan aan een dierenarts die je niet kent met betrekking tot de titelbepaling? Ja, ik zou gewoon in instantie vragen van, nou ja, een titelbepaling is natuurlijk, hij kan ook het bloed opsturen naar een laboratorium. Dus ik zou vragen of hij een sneltest heeft om titelbepaling te doen. Omdat je dan gewoon veel minder bloed nodig hebt en het is goedkoper. En ik denk dat je ook gewoon kan vragen van, hoeveel ervaring heeft u met die test? En ja. Eigenlijk vind ik dat een hele lastige, want een dierenarts kan natuurlijk gewoon zeggen van ja, ik heb heel veel ervaring, terwijl hij dat niet heeft. Maar je kan denk ik misschien aan de reactie ook wel een beetje peilen of iemand er echt achter staat of dat hij alleen maar met je meepraat. En dat is denk ik wel belangrijk, want eigenlijk een dierenarts die het zelf ook promoot en zegt van maar je kan ook een titelbepaling doen, dat zijn degenen die je eigenlijk het beste kan hebben. Of je enthousiast wordt als je zegt van kunt u misschien een titelbepaling doen. Die zegt van oh ja, dat doe ik graag. Of daar wil ik juist mee aan de slag. Of dat soort dingen. Dan zou ik daar wel in meegaan. Ik denk dat je vanzelf wel merkt of een dierenarts er terughoudend in is of niet. Ja, je had het net al even over de kosten. Want er zit een verschil tussen de sneltest en als je het in het laboratorium laat testen. Kun je vertellen wat daar ongeveer de verschillen tussen zijn qua kosten? Nou, in een laboratorium doe je niet alle drie de ziektes tegelijk. Dus moet je per bepaling moet je betalen. Dus dan krijg je drie keer, ik denk, tussen de 60 en de 90 euro. Dus dat is tussen de 180 en de, wat is het? 200 euro misschien wel, of nog wel duurder. Dus dat is al gauw veel duurder. En dan moet je ook een hele buis met bloed opsturen. Dus dan moet je veel bloed afnemen. En bij de meeste dieren zal dat ook wel gaan. Maar dat is dus inderdaad veel duurder. Terwijl die sneltest, ja, het is ook een beetje wat dierenartsen ervoor vragen. Maar dat zit tussen de, nou, tussen de 50 en de 95 euro, denk ik, dat je daarvoor moet betalen. Kijk, prijzen van dierenartsen verschillen, maar dat heeft ook te maken met hoe groot de kliniek ze hebben, hoeveel personeel ze hebben. Dus dat moeten ze ook allemaal betalen. Dus dat wisselt een beetje. Maar dat zijn meer prijzen in die richting dan boven de 100 euro. Ja, dus in principe is dat wel betaalbaar, zeg maar, om dat te doen. Ja, en zeker als je ervan uitgaat dat het 3 jaar geldig is, dan denk ik dat het ook wel betaalbaar is, ja. Ja, aan de andere kant, dan stel je het wel elk jaar. En je zou daardoor wel weten van ja, ik hoef inderdaad dit jaar mijn hond niet te vaccineren. Dan is het natuurlijk qua gezondheid is het toch aan te raden. Ja, ik denk eigenlijk dat je met Tieter er ook van uit moet gaan dat de gezondheid van je hond belangrijker is dan wat het kost. Ik ben ooit min of meer begonnen met die test, dus ik heb ook een beetje de trend gezet voor de prijs. En ik heb de prijs eigenlijk altijd een beetje hetzelfde gehouden als de cocktailenting, bewust. Zodat de keuze wat minder moeilijk zou zijn. Dat is of de cocktailenting of de titelbepaling. Alleen de cocktailenting kost in Amsterdam
Veel meer dan op het platteland. Ik denk dat je op het platteland misschien voor 35, 40 euro een cocktail kan halen, terwijl in Amsterdam ben je 70, 80 euro kwijt voor een cocktail entry. Dus dat wisselt een beetje. Maar ik ben er altijd een beetje tussenin gaan zitten qua prijs. Ik vind dat gewoon reëel. Ja, precies. En dan is natuurlijk de vraag, ik zie het hier ook al voorbij komen. Hoe vaak moet je dan titeren? Want Marjan zegt, mijn dierenarts zegt 2 keer per jaar. Nou, dat hangt natuurlijk een beetje van de dierenarts af. Ja, in sommige gevallen weet dat je zelfs tegen een hondenliefhebber zegt, van, joh, je kunt de komende 7 jaar kun je wegblijven. Kun je uitleggen hoe je dat bepaalt? Ja, ik ben natuurlijk begonnen met elk jaar titeren. Omdat gewoon niet bekend is, officieel, hoe lang antilichamen aanwezig waren als ze er zijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat een dierenarts die daar allemaal een beetje sceptisch tegenover zat, zegt van ja, dat moet je 2 keer per jaar doen. Ik heb dus een dierenarts aan de telefoon gehad, die was al een beetje geïrriteerd. Waarom was die geïrriteerd? Nou, weet ik niet meer. Waarschijnlijk omdat de klant dacht het beter te weten. En die had die titertest, oh, ik weet het alweer. Die hond, die was 2 jaar van tevoren had hij de cocktail gehad. En die cocktail hoeft maar eens in de 3 jaar. En die eigenaresse die kwam na 2 jaar al van ik wil dat je nu titert. En toen was hij niet goed. Toen moest hij toch nog geënt worden. Toen was die dierenarts al helemaal geïrriteerd van ja, dan wil je gaan titeren om minder te enten. En dan moet je eigenlijk meer enten. En hoe vaak moet ik hem nou titeren? Moet ik dat dan elke maand doen of zo? Toen had ik al zoiets van, nou, dit kun je eigenlijk niet serieus menen. Dus toen heb ik hem uitgelegd dat die antilichamen, als ze er eenmaal zijn, heel lang blijven. Jarenlang. En ik ben dus begonnen met elk jaar titeren. En toen ik er na een jaar of 4 achter was, dat eigenlijk na 3 jaar er geen verschil was. Dan ben ik elke 3 jaar gaan titeren. Toen kwam ik erachter dat er dan bij de meeste honden ook weinig verschil is. En toen ben ik langere termijnen gaan opschrijven. 5 of 6 jaar. Langer dan 6 heb ik eigenlijk nooit gedaan. Maar dat was gewoon, ja, natte vingerwerk. Ik denk, na 6 jaar wil ik ze toch in elk geval terugzien. En eigenlijk blijkt dat ook wel goed te werken. Alleen is er inmiddels een soort van consensus gekomen onder dierenartsen van hoe doe je het? En daarin staat dat je elke 3 jaar moet titeren. En dan denk ik van oké, weet je, dan doe ik het schriftelijk, dan doe ik daar mee. En dan schrijf ik nu ook op elke 3 jaar. Maar ik vertel er vaak wel bij dat als er eenmaal antilichamen zijn, ze feitelijk levenslang beschermd zijn. Omdat ze dan ook geheugencellen hebben aangemaakt. Dus eigenlijk geldt, als een hond naar aanleiding van een enting antilichamen heeft aangemaakt, heeft hij ook geheugencellen en is hij gewoon 12 tot 15 jaar beschermd. En daarom durf ik ook langere termijnen te geven. Te zeggen van nou, na 6 jaar vind ik het ook nog prima. Maar dat doen de andere dierenartsen dus niet. Dus het verhaal van 2 keer per jaar is eigenlijk een beetje, ja, dat de dierenarts wil zeggen van ik vind maar niks, dat titeren en ik geloof er niet zo in. Dus als je dierenarts dat zegt, zou ik zeggen van misschien kan ik beter naar een andere dierenarts gaan. Ja, dat is ook eigenlijk mijn volgende vraag. Want, daar hebben sommige mensen ook moeite mee. Dat snap ik ook wel. Weet je, als je bij een dierenarts komt die dus inderdaad een beetje geïrriteerd reageert omdat beste Maurice langskomt en die weet het allemaal weer zo goed. Dan is het natuurlijk wel best moeilijk om dan, zeg maar, als een dierenarts heel stellig is, om dan vol te houden van ja, maar ik wil toch eigenlijk gewoon graag die titelbepaling. Dus jij zegt eigenlijk, het moment dat een dierenarts heel stellig is en hij wil, nou ja, niet of niet heel graag meewerken aan die titelbepaling, nou ja, ga dan voor dat vaccinatiegedeelte, voor die titelbepaling, in ieder geval misschien eens om je heen kijken. Ja. Ondanks je wellicht heel tevreden bent over je huidige dierenarts, om misschien dat gedeelte dan toch bij een ander te doen. Ja, je hoeft helemaal niet weg bij je dierenarts omdat hij niet wil titeren. Ik denk dat je zeker als je tevreden bent over je dierenarts, moet je vooral daar blijven. Maar als je dierenarts iets heeft van ja, dat titeren, dat vind ik maar niks. Dan kun je prima alleen voor het titeren naar een andere dierenarts gaan. Ik haal ook mijn croissantjes bij de Spar en mijn gebakjes bij de bakker. En mijn brood haal ik weer ergens anders. Dus je kan eigenlijk, net als bij de bakker, je kan zelf halen waar je wil. Het is wel belangrijk dat dan goed bijgehouden wordt wat de uitslag is, zodat jij dat weet. Zodat als je weer terug bent bij je eigen dierenarts en die heeft daar vragen over, dat je kan laten zien dat die beschermd is. En dat die dierenarts zich niet hoeft af te vragen als je hond diarree krijgt of het parvo is bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dus het is wel handig om de gegevens die je hebt wel zelf ook te hebben, zodat je die ook door kan spelen als die erom vraagt naar je eigen dierenarts. Dus ja, dat is dan wel belangrijk, dat je dat niet helemaal langs hem heen doet. Maar in principe heb je daar gewoon het recht op. Sorry? Daar heb je recht op. Je hebt er gewoon het recht op. Ja, jij bent de baas over jouw dier. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het lastig is, want dat jij dus zeg maar dat bij een andere dierenarts laat doen en die huidige dierenarts die gelooft niet in de titelbepaling en jij zegt, nee hoor, hij is de komende 3 jaar prima beschermd. En
er komt inderdaad wel, je komt wel met je hond bij de dierarts omdat hij diarree heeft, dan heb je best kans dat hij zegt van joh, het komt daardoor. Terwijl jij zegt, nee, dat is onzin, want ik heb hem laten titeren. Ik heb dat uitgezocht en dat is gewoon goed. Ja, dat kun je bewijzen. Ik bedoel, als hij diarree zegt, zo, ja, het kan wel parvo zijn. Nou, toon maar aan dat het parvo is. Hij is beschermd, dus het is niet waarschijnlijk dat het parvo is. Dus op zich, ja, ik verwacht niet dat dierenartsen dat doen. Je hebt natuurlijk altijd wel van die stuurse mensen die dat misschien wel doen. Maar ja, goed, daar moet je denk ik niet al te veel van aantrekken. Wat ik al zei, jij bent de baas. Jij bepaalt wat er gebeurt met je dier. En je bent niet verplicht om te enten. Je bent alleen maar verplicht als je zegt van ik wil dat mijn dier überhaupt niet geënt wordt, dan kan je dierenarts ook strubbelen wat hij wil. Jij bepaalt dat. Hij zal het niet leuk vinden, precies. Maar jij mag dat bepalen. Ja. En als je kijkt naar de titelbepaling en pups, want dat is iets wat je ook, waar heel veel vragen over ontstaan, dat je waarschijnlijk een beginnende hondenliefhebber bent of je hebt een tweede hond erbij en dat is een pup. Ik kreeg toevallig van de week ook een vraag. Ja, we hebben nu net een Jack Russell in huis en dan moet binnenkort zijn tweede enting krijgen. Hoe wordt zo'n titelbepaling nou met pups aangepakt? Kan dat überhaupt? En hoe doe je dat dan precies? Ja, dat kan. Je kan eigenlijk, ik denk zelfs dat het beter is, omdat je soms vaccinaties kan overslaan. En als je een pup helemaal vanaf het begin titert, kun je ze met één enting beschermd krijgen. Met een beetje geluk weliswaar. Wat je kan doen als je een pup hebt, is op het moment dat hij eigenlijk gevaccineerd zou moeten worden, dat je een titerbepaling doet. Dus als je een pup hebt die bij de fokker al gevaccineerd is, dan zou je op 9 weken weer gevaccineerd moeten worden. Dan doe je op 9 weken een titerbepaling. En dan kun je zien of die beschermd is of niet. Je kan niet zien of die antilichamen die hij heeft voor parvo en bijvoorbeeld hondenziekte, of die van de enting zijn of dat die nog van de moeder zijn. Dus als die al een keer gevaccineerd is, moet je hem minimaal 2 keer titeren. Dus op 9 en op 12 weken. En dan kun je zeggen van oké, de antilichamen die hij heeft, die blijven. Dus die zijn van de enting. Of ze worden minder en dan zijn ze van de moeder nog. En dan kun je nog even wachten met vaccineren. Het is namelijk zo dat pups, door de moedermelk die ze de eerste 24 uur drinken, krijgen ze antilichamen mee. En ergens, wij hebben geleerd, ergens tussen de 6 en de 12 weken gaan die antilichamen weg. En een enting slaat niet aan zolang die antilichamen er zijn. Dus je moet eigenlijk wachten tot die antilichamen weg zijn en dan pas slaat een enting aan. Dus dan kun je vaccineren. En wat wij doen normaal gesproken, dan weten we niet wanneer die antilichamen weg zijn van de moeder. Dus dan enten we zomaar even op 6, 9 en 12 weken. Zo van, daar ergens een van die entingen, die moet in elk geval wel aanslaan en dan moet die wel beschermd zijn. En over het algemeen klopt dat ook wel. Maar soms zijn er honden die nog antilichamen van hun moeder hebben op 12 weken. En die zijn dan niet beschermd na 3 entingen. En als je titert, dan kun je die eruit halen. Dus je kan door te titeren, kun je soms entingen overslaan. En je weet precies wanneer je pup beschermd is en hoe goed die beschermd is. Dus dat is het voordeel van titeren van pups. En ja, als de fokker mee... Sorry? Ja. Als de fokker mee wil werken, dan kun je vanaf 6 weken titerbepalingen doen. Net zolang tot je gezien hebt dat de antistoffen weg zijn. Dan kun je 1 keer vaccineren. En dan na 4 weken weer een keer titeren om te kijken of die is aangeslagen. En dan is die, naar mijn idee, levenslang beschermd op 1 enting. Maar dat moet je dan in overleg met de fokker doen. En dan moet je ook misschien wel vaker titeren. Als die heel lang antilichamen heeft, dan moet je ook vaker titeren. Sommige mensen zeggen dan, ja, dat kost te veel geld. Dat kan. Dat moet je er inderdaad voor over hebben. Maar als de pup, sommige pups hebben op 6 weken al geen antilichamen meer. En als je hem dan vaccineert en nog een keer controleert, ja, dan heb je veel minder titerbepalingen. Dus dat is afhankelijk van hoeveel antistoffen de pup heeft, hoe vaak je dan moet titeren. En als jij dan naar je praktijkervaring kijkt, is er een ideaal punt of is er een punt waarvan de meeste pups dan zeg maar bij 8 weken geen antilichaam meer hebben? Of verschilt het echt? Het verschilt heel erg. Er zijn echt nog best wel nestjes die op 6 weken al niks meer hebben. Ook als de moeder wel veel antilichamen heeft. Dus het is ook niet per se zo dat als de moeder veel heeft, dat de pups ook veel hebben. Dus ik kom ze nog geregeld tegen dat ze op 6 weken geen antilichamen
meer hebben. De meeste pups zijn voor 12 weken wel de antilichamen kwijt. Dus die 6, 9, 12 is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Maar ik denk dat ongeveer 10, misschien 15% buiten de boot valt en tot na 12 weken nog antilichamen heeft. Ja, en dan is het ook advies, want ik heb de afgelopen tijd een beetje rondgekeken, een beetje rondgestruind. En dan zie ik dat echt heel veel fokkers nog niet de titelbepaling toepassen. Wat voor advies geef jij mee? Stel dat jij nou een pup gaat uitzoeken, een pup gaat kopen. Dan kan ik me voorstellen dat je misschien wel in discussie gaat krijgen met de toekomstige fokster. Dat diegene dus wel die pup wil vaccineren, omdat ze denken dat je bij 6, 9, 12 weken moet vaccineren. Want zo hebben ze het altijd gedaan, zodat die pup genoeg bescherming heeft. Heb je daar nog adviezen voor? Want het is uiteindelijk denk ik een soort van overtuigen en laten zien van ja, er zijn alternatieven. Ja, het lastige is dat een fokker niet voor één pup het hele nest zal willen titeren als hij dat niet gewend is. Fokkers zitten natuurlijk ook met pupkopers. En heel veel pupkopers die kennen het titeren niet. En die vinden gewoon het veiligst dat hun pup geënt is. Dus voor een fokker is het ook lastig om die beslissing te maken. En dan zie je dat de fokkers die een beetje bang zijn voor entingen of ooit bijwerk hebben gezien, eerder overgaan tot titeren. En dan ook hun nieuwe eigenaren uitzoeken op mensen die willen titeren. Maar als je als nieuwe pup-eigenaar een fokker hebt die zegt van ja, maar ik titer niet. Dan heb ik altijd zoiets van nou, laat hem dan maar gewoon enten en dan ga je daarna verder met titeren. Want voor een fokker is het best ingrijpend om van enten over te gaan op titeren. Bovendien staat in de meeste rasvereniging regels dat je pups niet ongeënt mee mag geven. Nou denk ik dat als je titert dat ze daar enigszins wel soepel, dat verschilt misschien per rasvereniging, maar officieel mag je dus geen ongeënte pups meegeven. Dus sommige fokkers vinden dat dan ook vervelend om dat te doen en willen ook daarom enten. En de meeste mensen zijn het gewoon gewend zo. Dus ik verwacht niet van iedereen dat ze meteen allemaal gaan titeren. Ik weet ook niet of er genoeg titerende dierenartsen zijn om alle puppy's te kunnen titeren, want het is best intensief. Ze moeten een aantal keren getiterd worden. En dat is best intensief. Dit is wat intensiever dan alleen maar even een prikje in het nekvel. Ze moet bloed afgenomen worden, die test moet gedaan worden. Dus ik kan me best voorstellen dat sommige fokkers zeggen van nou, daar begin ik niet aan. En zeker als ze dan pup-eigenaren hebben die dat ook helemaal niet per se hoeven. Dat ze zeggen van nou, ik ent wel gewoon op 6 weken of 7 weken en dan vind ik het ook goed. Dus voor mij hoeft niet per se iedereen te titeren. Wat ik niet adviseer is om één pup uit het nest niet te vaccineren. Ik heb één keer meegemaakt dat iemand zei van ik wil dat per se, maar dan kom ik met die pup eerst bij jou en dan doe jij een titerbepaling. En als die goed is, dan als die nog antistoffen heeft, dan mogen ze de rest van het nest van mij vaccineren en dan is het prima. Het punt is dat we met levende entstoffen vaccineren. Dus als er één pup niet geënt wordt en hij heeft ook geen antilichamen, dan kan die besmet raken met het virus. Het is weliswaar een verzwakt virus, dus de kans is niet groot dat hij er ziek van wordt, maar ik vind het toch geen prettig idee dat ze dat virus rondlopen te strooien en dat er dan zo'n pup misschien toch wel ziek van kan worden. Dus ik heb het liefst of het hele nest vaccineren of het hele nest titeren, maar niet de ene helft wel en de andere helft niet. Als je dan binnen het nest kijkt, hè, want ik neem aan, zitten daar nog verschillen tussen? Dus stel dat je hebt een nest van 10 pups, dat bijvoorbeeld bij de ene pup de antistoffen weg zijn bij 6 weken en de ander bij pas 9 weken bijvoorbeeld. Ja, dat zie je wel. Meestal valt het wel mee. Meestal zijn ze redelijk hetzelfde. Soms zie je dat de grootste pup, die bij de geboorte het grootste was, die is denk ik dan ook, heeft de meeste zuigkrachten, is de 24 uur. Die heeft soms wat meer antilichamen. Soms heeft de kleinste wat minder. Ik had laatst een nestje waarbij een aantal gewoon geboren zijn en een aantal met de keizersnee daarna. Dan zag je ook heel duidelijk dat die pups die met de keizersnee geboren waren, iets minder antilichamen hebben. Die moeten dus eerder gevaccineerd worden dan de anderen. Dus ik zie wel wat verschillen. Het is ook niet altijd verklaarbaar. Ik heb ook een nestje Duitse doggen gehad, waar de ene helft een bepaalde hoeveelheid antilichamen had en de andere helft een andere hoeveelheid antilichamen. Dus daar kan inderdaad verschil in zitten. Maar over het algemeen is het redelijk hetzelfde.
Ik heb laatst een nestje helemaal vervolgd. En toen zagen we dat ze de eerste keer op 6 weken waren ze wel allemaal hetzelfde. Maar het tijdstip dat de antilichamen weg waren, verschilde wel per pup. Dus er was er één die op 10 weken niks meer had. 1 op 12 weken. Er waren er 3 die op 13 weken pas weg waren. En eentje op 16 weken. En dan is het natuurlijk wel interessant om te kijken wat het dan het verschil is. Hoe komt het dat het bij de een eerder weg is dan de ander? Maar dan moet je het meer nesten vervolgen en dat vaker zien. Want met één nest is dat lastig om te zeggen. Ja, precies. Dus daar zit in ieder geval wel verschil in. En dat is voor mensen in ieder geval goed om te weten. Want als je kijkt naar welke vaccinatie je dan geeft. Want sommige dierenartsen die geven dan in, zeg maar, als ze komen, alle vaccinaties die er zijn. Hoe zou jij dat, zeg maar, welke vaccinatie zou jij geven? Ja, wat ik eigenlijk doe, is als ik puppy's titer, dan titer ik net zolang tot de antistoffen voor parvo weg zijn. Hepatitis en hondenziekte komt in Nederland niet veel voor, die vind ik minder belangrijk. En de parvo komt heel veel voor, dus die vind ik het allerbelangrijkste. En die is vaak ook degene die het laatste weg is, die het langste blijft. Soms is die eerder weg dan de andere, dan ent ik alleen parvo. En dan wacht ik tot die andere 2 ook laag zijn en dan ent ik de cocktail. Maar meestal is de parvo blijft het langst. En op het moment dat die weg is, dan vaccineer ik de cocktail, dus de DHP. Dus al die 3 virusziekten bij elkaar. En dan check ik of die aanslaat. Voor de leptospirose-enting, als mensen die willen, die hoeft voor mij niet per se. Maar voor sommige honden kan het toch wel handig zijn. Die laat ik liever op wat oudere leeftijd geven, dat ze niet zo piepjong zijn. En die moet 2 keer, want dat is een dode entstof. En dat zijn eigenlijk de enige die ik doe. En de hondsdolheidenting, als die naar het buitenland gaat, wacht ik zo lang mogelijk mee bij een pup. Dus het liefst 3 weken voordat hij gaat. 4 weken desnoods. Maar het liefst heb ik hem zo oud mogelijk, omdat het ook best een heftige enting is. Ja, en nou ja, de ziekte van wel, daar zullen we zo meteen nog even op inzoomen, want dat is een waar ook heel veel vragen altijd over ontstaan. Maar nu eerst nog even over het titeren, want ik heb ook de vraag gekregen, is titeren momentopname? Ja, het is altijd een momentopname, maar dat wil niet zeggen dat die antilichamen heel snel weg zijn. Dat blijkt uit ervaring en dat blijkt ook uit onderzoek. Ronald Schultz heeft daar onderzoek naar gedaan en die heeft al aangetoond dat voor een bepaalde stam hondenziekte, dat die 15 jaar blijft. Dus het is wel een moment, maar gelukkig verdwijnen die antilichamen niet heel snel. Meestal als mensen zeggen het is een momentopname, bedoelen ze daarmee van ja, morgen kan het anders zijn of volgende maand kan het anders zijn. Nou, dat kan ik je vertellen, dat verandert heel langzaam, dat duurt jaren. Wat ik al zei, ik heb voorbeelden van honden waar 3 jaar tussen zit, tussen de ene titerbepaling en de ander, en die zijn nagenoeg hetzelfde. Dus ja, het is altijd een momentopname, maar dat wil niet zeggen dat die antistoffen heel snel weggaan. Nee, dan geef je ook gelijk antwoord op de vraag. Want ze vroegen, ja, is het een momentopname? Zo ja, dan vroeg ze zich af waarom dat dan voor 3 jaar langer of 3 jaar of langer zou kunnen afgegeven worden als geldige bescherming. Maar dat, daar heb je dus nu antwoord op gegeven. Ja, die termijnen zijn heel veilig. Als ik zeg over 3 jaar terug, dan zeg ik niet over 3 jaar terug, omdat ik denk dat dan de bescherming afgelopen is, maar omdat ik dan eigenlijk vrijwel zeker weet dat er nog bescherming is, maar dat ik wil kijken of die hoger of die lager wordt of niet. Dus die 3 jaar is echt heel veilig. Het is niet dat het dan meteen afgelopen is of zo. Helder. Ik heb hier een vraag, dat is wel een belangrijke ook. Ja, hoe zit het met de dierenpensions? Velen willen de titerpaar nog niet toestaan. Is er wettelijk al iets geregeld dat dit wel toegestaan is? Ja, het is toegestaan. Ze mogen het accepteren, maar ze hoeven het niet te accepteren als ze het niet zelf willen. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus als ze het niet accepteren, dan is dat eigenlijk meestal onbekendheid ermee. Of toch bang dat het, dat het niet genoeg bescherming geeft. Maar de NVFPWA heeft het goedgekeurd. Dus ze mogen het wel goedkeuren, dus het kan. Dus dan is het een kwestie van of nog een keer vragen en zeggen dat de NVFPWA het goed vindt, of een ander pensioen zoeken. Ja, want zij geeft ook aan van ja, ik heb diverse pensioens afgebeld, maar ze houden toch eigenlijk allemaal wel vast aan die jaarlijkse enting. Nou, dat is sowieso denk ik een beetje achterhaald, maar ja, jaarlijkse enting helemaal. Ja, dus, ik zou daar wel heel goed verder zoeken dan, om daar toch een pensioen die er wel voor open staat. Ik weet eigenlijk niet. Ik weet voor dierenartsen, ik heb zelf daar een site voor, of in ieder geval een pagina waarin alle dierenartsen zijn in Nederland, die dus zeg maar aangeven dat ze titeren.
Maar dit is er volgens mij nog niet voor pensioen. Dat je gewoon kan zien van joh, die pensioens die staan naar titelbepaling toe. Nee, ik ken het ook niet. Het zou denk ik wel handig zijn om zo'n lijst te hebben. Ja, Maar ze zijn er dan dus kun je wel. in één keer de juiste bellen. Ja. En dan moet je natuurlijk ook vinden wat, wat bij je wensen past. Misschien wil je ook niet bij Ja. elk persoon brengen. Nee, klopt. Dat is altijd wel een beetje een probleem, denk ik. Ja. Dan de volgende vraag, want dat is een vraag over de titelbepaling ook. Haar dierarts zegt namelijk dat, dat de titelbepaling nog altijd een lagere dekkingsgraad heeft dan enten. Nou ja, ik denk dat we daar eigenlijk al antwoord op hebben gegeven dat dit niet zo is, maar... Die vraag snap ik niet zo goed. Met titerbepaling kijk je of er antistoffen zijn of niet. Dus dan kun je de dekkingsgraad bepalen. Met enten kun je niet weten hoe de dekkingsgraad is. Dus dat is een beetje een vreemde opmerking. Die kan ik niet goed plaatsen eigenlijk. Maar ik weet wel dat er veel dierenartsen zijn die meer vertrouwen op entingen dan op die titerbepaling. Dat is eigenlijk het verhaal wat erachter zit, denk ik. Maar je kan met een enting niet de dekkingsgraad bepalen. Dus dat is een beetje onzin. Ja, nou ja, helder om goed om te weten. Dan even een kattenvraag tussendoor, want iemand vraagt ook van, kan je katten laten titeren voor kattenziekte en nietziekte? Ja, dat kan dus. Je kan ze voor alle drie, want er zijn twee soorten nietziekte, kun je ze titeren. En dat kun je ook gewoon opschrijven in het paspoort. En dat, dat is inderdaad mogelijk. Katten is altijd wat lastiger om bloed te krijgen. Ik doe het uit een oortje. Dat gaat eigenlijk wel heel erg goed. Het is fijn als de kat wat hongerig is en dat je iets lekkers meeneemt dat hij even kan eten. En dan kun je eigenlijk uit een oortje zo wat bloed prikken. Dat is niet heel pijnlijk. En dan gaat dat meestal wel goed. Maar wat ik al uitgelegd heb, het is voor de kattenziekte is het hebben van antilichamen dus wel een teken dat je beschermd bent. Maar voor nieziekte, allebei de soorten nieziekte, kun je antilichamen hebben en toch nieziekte krijgen. Maar datzelfde geldt voor de enting. Je kan geënt zijn en toch nieziekte krijgen. Ja. Oké. Ziekte van Well. Want dat is iets wat veel omstreden is. Er worden ook aardige discussies over aangegaan op Facebook, weet ik. Kun jij in eerste instantie even toelichten wat jouw visie is op de ziekte van Well? Want daar is heel veel vraag naar. Voor jou. Wat is jouw visie op de ziekte van Well en hoe zit het met L2, L3? Hoe zit het met L4? Wanneer doe je het wel, wanneer doe je het niet? Je kent de vraag. Ja, het is ook een hele lastige afweging. Het is ook een afweging die ik zelf niet voor jou kan maken. Het lastige is dat de entingen vrij vervelend zijn. De oude L2 was al een zware enting. De L4 is denk ik ook dubbel zo zwaar. Dat wil zeggen dat er toch relatief veel bijwerkingen en ook best wel ernstige bijwerkingen zijn. Dat komt doordat het een enting is tegen een bacterie en niet tegen een virus. Dus dat zijn van oudsher al vervelender entingen. Ze werken ook minder goed. Een enting tegen een virusziekte geeft 90-95% bescherming. En een enting tegen een bacteriële ziekte geeft hooguit 70% bescherming. Dus ook als een dier geënt is, kan hij alsnog die ziekte oplopen. Dus dat blijft altijd een beetje een lastige afweging. Het vervelende is ook dat ziekte van wel steeds vaker voorkomt in Nederland. Bij dieren wordt het niet bijgehouden, maar bij mensen wel. En voor 2014 kwam het gemiddeld bij 30 mensen per jaar voor. En die liepen het meestal in het buitenland op. Het is eigenlijk een subtropische ziekte die in Nederland niet zoveel voorkwam. 2015 en 2016 zijn tussen de 85 en 90 mensen in Nederland ziek geworden. Waarvan de helft het ook in Nederland heeft opgelopen. Dus het is eigenlijk in Nederland een beetje teruggekomen of het is er. Dus het is iets waar je wel rekening mee moet houden. En nou zwemmen mensen minder vaak in vies water dan honden. Dus ik denk als je een hond hebt die veel in vieze slootjes en in de modder zit, dat het misschien, en je hebt een gezonde hond die niet eerder op een enting heeft gereageerd, het misschien wel handig is om het toch te doen. Een beetje afhankelijk hoe bang je bent dat de hond het oploopt. Het is dus de afweging tegen wat is de kans dat... de hond het oploopt en wat is de kans dat je last krijgt van bijwerkingen. En ik heb daar geen cijfers over. Dus ik kan niet zeggen van die kans is zo groot of die kans is zo groot. En dat maakt het vervelend om een afweging te maken.
De L2, L3 en L4 verhaal. De L2 is niet meer te krijgen in Nederland, dus dat is heel simpel. Die kan niet meer. Die L2 is uitgebreid in eerste instantie naar de L4, omdat bleek dat in landen om ons heen andere soorten vaker voorkwamen bij honden dan degene die in de L2 zitten. En in Nederland wordt dat niet bijgehouden, dus dan weten we het niet. Maar van België hebben we wel cijfers en die hebben de fabrikanten gebruikt om die L4 te maken. Dus daar zitten twee andere soorten in die vaker voorkomen dan de twee oude die erin zaten. En dan heb je nog een fabrikant die maakt een L3 en die zegt van ja, maar één van die twee is helemaal niet zo vreselijk gevaarlijk. En dat had ik ook niet door. En dan denk ik van oké, zit daar ook nog verschil tussen? Dus daar ben ik eens naar gaan kijken. En dan blijkt dat een van de oude soorten die in de L2 zat, namelijk de Icterohemorrhagiae, dat is eigenlijk de gevaarlijkste. Daar ga je het snelst dood aan als je die krijgt. Maar die komt dus minder vaak voor dan de andere twee. Dus dat maakt het ook weer lastig van ja, hoe gevaarlijk zijn die? Hoe groot als je hond ziek wordt is de kans dat die doodgaat? Die kans is er wel. Ik kan ook niet goed inschatten hoe groot die is. Er zijn wel honden die doodgaan aan ziekte van wel. Maar als je er op tijd bij bent, is het te behandelen. Het is namelijk een bacterie en antibiotica werkt. Hij is niet zo vreselijk resistent. Dus over het algemeen, als de dierenarts de antibiotica instopt, dan gaat het al wel beter. Het lastige is alleen dat de symptomen vrij vaag zijn. Brachydiarree, koorts. En dan denken heel veel mensen, nou, virusje, dat gaat wel over. Maar als dat ziekte van wel is, dan gaat het niet over. En dan kan die inderdaad doodgaan. Hetzelfde geldt overigens voor mensen. Bij mensen zijn de symptomen ook spierpijn, koorts en eventueel brachydiarree. En dan zegt de huisarts ook heel vaak, ach, griepje gaat wel over. Maar als het ziekte van wel is, kunnen mensen daar ook dood aan gaan. En dat gebeurt ook wel. Dus ja, het blijft een beetje een lastige afweging. Dus ik ben bang dat ik niet heel duidelijk tegen jullie kan zeggen, je moet het wel doen, je moet het niet doen. Ik denk dat je moet kijken hoeveel risico loopt mijn hond. Jachthonden die veel in vies water zitten. Boerderijhonden die in vieze slootjes zitten. Honden die veel in de modder rollen of spelen. Die zou ik eerder voor kiezen om het wel te doen. Een chihuahua die met een grote boog om alle plassen heen loopt, die zou ik niet doen. En daar zit natuurlijk van alles tussen. En dan maakt het ook nog uit hoe de eigenaar erin staat. Als je zegt van nou, ik wil echt zo min mogelijk enten, dan zou ik het niet doen. En als je zegt van nou ja, ik heb een labrador en ik durf hem eigenlijk niet meer te laten zwemmen en die hond is verder gezond, denk ik, doe het alsjeblieft wel en laat je hond lekker zwemmen. Heb vooral veel plezier met je hond. Dus ja, ik ben bang, ik heb geen ja of nee antwoord op. Het is een afweging die je zelf moet maken en dat maakt ook dat er heel veel discussies over zijn. En dat kan ik me ook helemaal voorstellen. En als dus je kijkt naar... kijk naar de... Ja. Als je kijkt naar de kans waar je het snelst oploopt, geven ze aan van ja, veel modder, veel stilstaand water. Urine van andere honden. Je hebt je hebt met name reuien, maar soms ook teven, die urine van andere honden oplikken. Dat is eigenlijk ook een risicofactor. Urine van ratten en muizen en eigenlijk konijnen ook. Kan ook een risicofactor zijn, maar dat moet wel blijven staan in een vochtige omgeving. Dus er zijn wel wat meer risicofactoren dan water. En het is vooral stilstaand water. Stromend water is eigenlijk zelden een probleem. Koud water is eigenlijk geen probleem. Ja, dus je kan ook gewoon kijken van ik ben heel attent wat ik mijn hond wel en niet laat doen. Ja, alleen bij, ik weet zelf, mijn reu, als je een reu hebt, dan likken ze volgens mij meestal wel plassen van een teef op. Dus ja, dan heb je dus wel een bepaald risico. Als je dan kijkt naar de werking van het vaccin, want er wordt ook gezegd van ja, je kunt het beter bijvoorbeeld, want je zegt al van ja, met koud water is het meestal geen probleem, maar stromend water niet. Er wordt ook gezegd door sommigen van ja, je kunt het beste geven in zeg maar het zomerseizoen, omdat je dan grotere kans hebt dat het bijvoorbeeld in stilstand water staat. Is dat ook jouw mening? Nee, met de huidige entingen niet. Bij de oude L2-enting, die werkte niet een heel jaar. Ik had in de bijsluiter ook staan dat je in besmet gebied elk half jaar moest vaccineren. En dan was het wel belangrijk om in het voorjaar te vaccineren als het water warm wordt. De huidige entingen werken allemaal zeker een jaar. Dus dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit in welk seizoen je vaccineert. Het is niet zo dat die in het begin beter werkt en later minder goed. Dus dat blijft eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja.
En als je dan kijkt naar specifieke bijwerkingen, want van die ziekte van wel zijn best wel bijwerkingen bekend. Je kunt natuurlijk ook kijken, als je hem al geeft, of jouw hond dan gevoelig is voor bijwerkingen. Kun je dan wat advies daarop geven waar je op zou moeten letten? Ja, de bijwerkingen die je krijgt, die kunnen wel heel divers zijn. Wat je geregeld ziet, ook wel bij gevoelige rassen, is meningitis. En dat kan zich uiten als verlammingen of als epileptische aanvallen of als nekkramp, dus gewoon pijn. En ziekte van het immuunsysteem, dus auto-immuunziekte bijvoorbeeld. En dat verschilt ook per ras voor welke auto-immuunziekten ze gevoeliger zijn. Dat zijn de bijwerkingen die eigenlijk wat specifieker zijn voor de leptospirose-enting. Maar eigenlijk kunnen alle bijwerkingen, allergische reacties kunnen ook heel goed optreden. Dus gewoon of jeuk, of een bult die jeukt, of een hond die helemaal opzwelt. Of dat soort reacties, die kunnen ook heel goed bij dode entstoffen optreden. Ja, dus het is heel divers. Wat je wel kan doen, is ervoor zorgen dat je hond zo gezond mogelijk is voordat je die enting geeft. Dus wat mijn beleid zou zijn, is om van tevoren te ontgiften, dus een ontgiftigingskuurtje te geven. En de enting te ontstoren met homeopathische nozodes of een inverse die je kan maken van de enting. Dus dan begeleid je eigenlijk het geven van de enting met homeopathische middelen en dan... zou je eigenlijk minder bijwerkingen moeten hebben. Ik heb, als ik het op die manier doe, nog nooit bijwerkingen gezien. Maar ik durf niet te zeggen dat dat 100% waterdicht is, dat systeem. Maar ik denk wel dat het bijdraagt aan minder bijwerkingen. Ja, want als je dan over homeopathische middelen hebt. Dierbewust staat ook bekend omdat we best wel de alternatieve hoek opzoeken qua alternatieven. Wat is er überhaupt mogelijk voor je hond? Hoe zou je homeopathische middelen kunnen inzetten op vaccinatiegebied? Dat was ook een vraag van een van de kijkers vanavond. Ja, er zijn eigenlijk heel veel verschillende dingen die je kan doen. Ik denk dat elke homeopaat het ook weer anders doet. Er zijn homeopaten die van tevoren al middelen geven. Er zijn ook homeopaten die alleen achteraf middelen geven. En sommigen geven een verdunning van de endstof, dus de nozodes. Anderen gebruiken thuja of sulfur of apis of andere middelen. Als er echt bijwerkingen zijn, dan moet je ook kijken naar welke bijwerkingen zijn het en bij welk middel past het. Dus ik kan daar niet een standaard iets voor zeggen. Wat ik zelf doe is in elk geval de vaccinatienozodes gebruiken. Waarvan ik de eerste net vlak voor de enting geef en de andere daarna. Maar dat is mijn methode en ik denk dat andere homeopaten misschien andere methodes hebben die ook goed kunnen werken. Ja, dus dat is wel goed om daar eens naar te kijken. Dat is ook wel interessant. Kijk, dan ben ik redelijk door de vragen heen die ik per mail heb gehad. Ik zie wel dat er in de chat nog best wel wat vragen worden gesteld. Eén vraag van Jacqueline. Als je ratten hebt in je tuin, is het dan beter je hond te laten enten tegen de ziekte van wel? Nee, niet per se. Het is vooral de urine van ratten die blijft staan op modderplekken. Dus als je gewoon een erf hebt wat niet modderig of vies is... Dan verwacht ik niet dat daar problemen zijn. Ik weet dat wij vroeger ook ratten op het erf hadden en de honden die vingen ook ratten. Dus van de rat zelf zal het ook wel meevallen. Het zijn de bacteriën die blijven staan in een warme, vochtige omgeving en die dan gaan vermenigvuldigen. Dus het is niet per se zo dat als je een rat ziet, dat je dan ook onmiddellijk moet gaan vaccineren. Duidelijk. Dan heb ik een vraag van Henneke. Die gaat wat verder. Ze komt op de vraag... Hoe denk je over homeoprofilactische nozodes? Ja, dat weet ik niet zo goed. Daar ben ik een beetje dubbel in. Dat zijn dus eigenlijk homeopathische verdunningen van de ziekte. En die geef je in plaats van een enting. Er zijn bij mensen twee grote onderzoeken geweest. In Brazilië met meningokokken en in Cuba met leptospirose. Bij mensen. En dan blijkt dat een homeopathische nozode, ongeveer even goed werkt als een vaccinatie. Bij dieren is er met kennelhoest, heeft Chris D. een onderzoek gedaan in Engeland bij honden in een kennel. En daar werkte het goed. Susan Wynn heeft het in Amerika gedaan bij huishonden met kennelhoest. En daar werkte het niet. Ik denk eigenlijk uit dit verhaal... dat het in een besmette omgeving wel goed werkt en in een omgeving waar weinig besmetting is, dat het mogelijk niet zo goed werkt.
Dus ik durf er zelf niet 100% op te vertrouwen. Maar ik weet dat er mensen zijn die dat doen. En ja, misschien werkt het misschien niet. Als je erop vertrouwt, kun je het doen. Ja, ik zelf durf er niet helemaal op te vertrouwen. Het is wel iets wat je voor de leptospirose-enting kan gebruiken. En voor de andere entingen denk ik, weet je, één enting werkt levenslang. Waarom zou je dat doen? Maar voor leptospirose zou je dat wel kunnen doen. Maar ik heb geen idee of dat waterdicht is, dat systeem. Dus dat durf ik niet te roepen. Oké, duidelijk. Even kijken of ik nog vragen heb. Oh, Ingmar die zegt op de site van de Facebookgroep: titeren met fascicheck staan wel degelijk een aantal pensions waar getiterde honden zijn toegestaan. Ja, prima. Dat is mooi om te weten. Ja. Maar ik had eigenlijk een website waar je zeg maar, gewoon op postcode bijvoorbeeld kan zoeken waar je zou moeten zijn. Maar goed, goed dat die dingen er in ieder geval zijn. Ik zit even te kijken of er nog vragen zijn. Betreft dat we vragen bijvoorbeeld niet hebben meegenomen van mensen die dat wel gesteld hebben. Ik zie dat in de chat ook mensen druk aanwezig zijn om antwoorden te geven. Dus dat is heel fijn, dank daarvoor. Ik zie hier van Marjorie. Buren hebben een vijver zonder pomp. Is een vaccinatie tegen ziekte van wel nodig? Zitten de honden in de vijver? Ja, dat denk ik. Of de honden drinken misschien uit de vijver. Het zou nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen. Ja, als er ratten in zitten, dan zou het kunnen. Maar of je dan meteen je honden moet laten vaccineren, dat is dan aan jou. Maar op het moment dat er geen pomp in zit en wel ratten en rattenurine, en dan zeker met warm weer, dan zou het kunnen dat daar leptospirose in ontstaat. Dat is niet onmogelijk. Ja, hond drinken uit de vijver, zegt ze. Oké. Nou ja, goed, dus ja, wees daar in ieder geval voorzichtig mee. En ja, dat is dus, die vraag moet je dus eigenlijk een beetje zelf beantwoorden. Naar de informatie die Tannetje heeft gegeven. Martine vraagt: kan je titelen voor de ziekte van Lyme? Je kan titelen, maar dat zegt niet zoveel over bescherming. Dat zegt iets of de hond ermee in aanraking is geweest. Maar dat zegt niks over de bescherming. Want als honden ziek worden van ziekte van Lyme, dan hebben ze antistoffen. Het zijn juist de antistoffen die samen met de antigenen samen klonteren en dan problemen geven. Dus het zegt niet dat je hond beschermd is. Sterker nog, als we honden verdenken van ziekte van Lyme, dan gaan we titeren. En als ze dan ook nog antilichamen hebben voor Lyme, dan gaan we ervan uit dat het Lyme is. Titeren heeft daar geen zin om te kijken of ze beschermd zijn. Maar je kan wel titeren. Ja. Oké. We gaan weer topografische kennis testen, geloof ik. Joke vraagt hoeveel komt voor in Frankrijk, Spanje en Portugal en eventueel ook Marokko? Oh, dat weet ik niet. Ik heb een deel van je vraag gemist. Hoe vaak komt wat voor? De ziekte van wel. Voor in Frankrijk, Spanje, okay. Portugal en Marokko? In principe in die landen meer dan in Nederland. Ik weet dat mensen die vroeger de ziekte van wel opliepen, liepen dat vaak in Frankrijk op bij water. Dus vissers en dat soort mensen. Dus ik denk dat het in die landen veel vaker voorkomt. Dus als je daarheen op vakantie gaat, is dat ook iets wat je in overweging moet nemen. Het kunnen wel weer andere soorten zijn dan we hier hebben. Dus het is ook een beetje de vraag hoe effectief onze entingen daarvoor zijn. Dus ja. Dat is ook iets wat je eigenlijk dan daar zou moeten vragen. Ja. Ik krijg nog een goede vraag van Rieneke binnen. Hoe meld je als je niet weet welke vaccinatie de schade heeft toegebracht? Ze heeft blijkbaar een hond met verlamming na een cocktail met rabies. Ze weet dus niet welke vaccinatie de verlamming veroorzaakt heeft. Misschien ook wel de combinatie van de cocktail. Ze vraagt zich af hoe ze dat zou moeten melden. Ik kan gewoon melden dat hij de hele cocktail met rabies gehad heeft. Want dat weet eigenlijk niemand waar het dan door wordt veroorzaakt. Het kan ik denk dat een hondenziekte dat kan. De leptospirose zal er ook wel bij zitten, want die zit meestal bij de cocktail. En rabies zou het ook kunnen zijn. Dus ik zou dan gewoon melden dat die enting is geweest waar dat allemaal in zat. En niemand weet welke het apart is. Maar als ze dat vaker horen, dan
kunnen ze daar misschien iets mee. Tinne vraagt, je tannetje zei dat je nooit mag enten en bijvoorbeeld één pup titeren. Maar wat als het halve nest nog antistoffen heeft en de andere helft niet meer? Dan kun je degene die geen antistoffen hebben vaccineren. En degene die het niet hebben, die, hoef je dan, die kun je nog niet vaccineren. Dus dan kan het wel, maar dan weet je hoeveel antistoffen ze hebben. Dat is denk ik duidelijk, Tin. Ik hoop dat het antwoord is op je vraag. Dan wordt er nog een vraag gesteld. Hoe kun je vaststellen of de hond de ziekte van Lyme heeft? Dat is heel moeilijk. In principe de combinatie van antilichamen tegen Lyme plus de verschijnselen die erbij horen, dan is het aannemelijk. Maar je kan het nooit bewijzen dat hij het heeft. En dat is het lastige en dat is ook de reden dat het vaak gemist wordt. Maar als hij en antilichamen heeft en verschijnselen die erbij horen, en dat kunnen zijn problemen met de nieren, met de gewrichten of met de hersenen, met name die, dan ja, is het waarschijnlijk dat hij dat heeft. Ja, ik hoop dat dat duidelijk is voor Mas de Sarah Bande, als ik het goed uitspreek. Marcelle die vraagt, komt het erop neer dat je na de titerbepaling feitelijk niet meer hoeft te enten, indien blijkt dat voldoende antistoffen aanwezig zijn, behalve dan voor wel een rabies? Klopt, ja. Voor hondenziekte, hepatitis en parvo, als er voldoende antistoffen zijn, als je dan vaccineert, gebeurt er dus niks. Dat wordt niet beter of meer. Dus ik denk dat de honden die niet getieterd worden en die elke 3 jaar de cocktail krijgen, dat die cocktailenting voor het grootste deel van de tijd helemaal niks doet. Dat het gewoon ja, onzin is. Dus ja, dan hoef je inderdaad niet te vaccineren. Ja, Martine vraagt vervolgens hoe kun je het best behandelen als je hond Lyme heeft. En dat is eigenlijk natuurlijk een ander onderwerp. Ja. Dat is ook wel vrij divers, dus die moeten we denk ik maar even passeren. Laten we ons even focussen op de vragen omtrent het vaccineren. Dus als er nog vragen zijn over vaccineren, dan heb je nu nog de kans om je vraag aan Tannetje te stellen. Ik denk dat Tannetje toch wel de meeste vragen beantwoord heeft. Misschien heeft Tannetje zelf nog toevoegingen op de vragen die tot nu toe zijn geweest. Kom jij nog bepaalde vragen specifiek tegen die je nog zou willen meenemen? Ik heb het denk ik allemaal wel verteld een beetje. Ja, ik denk dat we, ja, nee, in de meeste vragen zit het wel in. En dan heb ik het er wel bij verteld wat ik kwijt wilde. Dus ik heb geen toevoeging meer. Ja, stel nog een vraag. Heeft het krijgen van pups invloed op de antilichamen van de moederhond? Nee, dat hebben we ook al uitgeprobeerd. Om te kijken of voor het nest en na het nest antilichamen bij de moeder te meten. En dat verandert niet. Dat blijft eigenlijk hetzelfde. Nou, dat is mooi. Dan vraagt Marion om het vaccinatieprotocol. Met vraagtekens. Ja, dat hangt bij mij dus heel erg af van de titerbepalingen. Dus ik heb niet echt een protocol. Ik kijk of er antilichamen zijn. En aan de hand van daarvan beslis ik of ik ga vaccineren of niet. Dus het protocol is er eigenlijk niet. Ja, maar Marloes vraagt dan vervolgens wanneer starten met titeren. Nou, dat kun je in principe dus doen eigenlijk direct. Ja, bij de fokker met 6 weken of als je de pup hebt met 9 weken. Dus dat is ook duidelijk. Even kijken hoor. Als je gaat inenten, wordt bij ieder dier dezelfde hoeveelheid inentingsstof gespoten tegen hondsdolheid. Hoe kun je enten op maat? Ja, dat is inderdaad ook nog een discussie van hoeveel entstof geef je. In principe geef je aan een paard, een Deense dog en een chihuahua evenveel. Mens krijgt ook. Iedereen krijgt altijd 1 milliliter. Het idee is dat een prikkel is die het immuunsysteem aanzet. En dat het niet uitmaakt hoeveel het is. Maar het blijkt wel uit onderzoek dat kleine hondjes beneden de 5 kilo vaker bijwerkingen hebben dan grotere honden. Het is wel ook wel zo dat entingen bij kleine hondjes vaak beter aanslaan dan bij grotere honden. Dat heeft ertoe geleid dat Gene Dodds in Amerika een soort pilotstudie heeft gedaan, waarbij ze kleine hondjes met halve doseringen gevaccineerd heeft. En zij zegt dat het goed kan. Ik doe het ook wel eens met puppy's van kleine rassen, dus dwergpoedeltjes, toypoedeltjes. Dwergkeesjes en
Chihuahuasjes inderdaad, die echt heel klein zijn. Die heb ik ook wel eens halve doseringen gegeven. Maar ik heb ook wel een paar keer gezien dat die dan niet aanslaat. Dus dan geef ik die keer daarna toch wel een hele dosering. Dus ik doe het alleen, minder geven, als het daarna getieterd wordt, om te controleren of dat het ook wel aanslaat echt. Want ja, ik weet niet zeker of dat het geval is. Dus ik ben daar wel heel voorzichtig mee. Ja, dus je kunt er niet eigenlijk bevestigen wat Jean Dodds daarin heeft aangegeven. Nee, wat mij opviel is dat zij in haar onderzoek honden gevaccineerd heeft die al vaker gevaccineerd waren. En dan meet ze dat er antilichamen zijn. Dan denk ik van ja, maar je weet niet of dat van die vaccinatie is of dat ze die al hadden. Dus dat vond ik een beetje vreemd aan het onderzoek eigenlijk. Oké. En dat is een vrij recent onderzoek? Ja. Nou ja, vorig jaar denk ik. Ja, dat is redelijk recent. Oké, nou ja, de meesten geven eigenlijk aan hartstikke bedankt voor de informatieve workshop. Nou ja, ik dank Tannetje daar uiteraard ook voor. Het was heel informatief. En ook bedankt voor de vragen natuurlijk, want zonder vragen geen goede antwoorden. Yvonne stelt op de val, heb ik nog een vraag, maar die is inderdaad al beantwoord. Hoe adviseer je oudere honden op leeftijd met betrekking tot vaccineren? Haar hond is ruim 15 jaar. Dus die is al een bod. Joke zegt ja, al, dat hoef je niet die meer. Die is al beantwoord in het begin. Ja, in het begin. Ja. Dus ja, ik denk dat we de meeste vragen wel beantwoord hebben. Ik zie ook geen nieuwe vragen meer binnen druppelen. Dus nou ja, we hebben toch al anderhalf uur aan vragen en antwoorden doorgesproken. Dus in ieder geval dat er zoveel animo voor is. Ik vind het goed om te zien, want nou ja, het is een onderwerp wat gewoon heel erg belangrijk is. En waar eigenlijk heel veel nou ja, hondenliefhebbers, / fokkers, / dierartsen, nou ja, niet altijd helemaal goed van op de hoogte zijn. En nou ja, jij nu wel. Dus doe wat met de informatie die je hebt gehoord. Zeg het voort, zou ik zeggen. En als je nog vragen hebt, kun je uiteraard bij ons terecht of bij Tannetje. Via de e-mail, via Facebook. Nou, iedereen kent de kanalen, denk ik wel. Nogmaals, Tannetje, jij ook ontzettend bedankt. Het was heel waardevol, wederom. Ja, graag gedaan. Ik weet niet of je nog iets toe hebt. Nee, ik wil jullie bedanken voor je aandacht en ik hoop dat het zinvol was voor jullie en dat jullie nou duidelijk beslissing kunnen maken over jullie eigen honden en katten. Dat hoop ik ook, dus laten we daar maar afsluiten. Iedereen fijne avond, geniet nog even van je avond en hopelijk tot de volgende workshop dat we weer een volgende dierenarts of specialist uitnodigen over een volgend onderwerp. Het onderwerp is al bekend, maar dat krijg je de volgende keer te horen. Tot de volgende keer.